Groot-Brittannië is het land van de Big Ben, de fish and chips, Queen Elizabeth en natuurlijk het land van Londen. De zon schijnt, dus het is een mooie dag om deze stad eens uitvoerig te bekijken. Mooi verhaal, maar ik moet dat Engelse uitschot helemaal niet. Ik ben hier om Homefront te checken, de multiplayer. Weet je wat het is met Homefront? Ik vind de setting echt heel vet. Normaal gesproken zijn de Amerikanen heldhaftig en sterk. Dat klopt ook, want ze zijn heel chauvinistisch. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Korea is hierin sterk en heeft Amerika overgenomen, net als de rest van de wereld. Dat gebeurt allemaal in 2027. En dat is het singleplayer verhaal. Het multiplayer verhaal dat speelt zich eerder af, in 2025 ongeveer, denk ik, tijdens de invasie van de Koreanen. En die kunnen we hier spelen met heel veel journalisten en heel veel verschillende meningen dus ook. Ik vind het spel er heel goed uitzien. Ik ben benieuwd naar meer. Kaartactie, heel veel voertuigen, grote multiplayer maps. Ik vind het spel goed. Ik ben benieuwd naar meer. Nou, wat ik tot nu toe het tofste vind zijn de drones en dergelijke. Het zijn een beetje de bestuurbare killstreak rewards uit Modern Warfare 2. En ja, dat vind ik echt het tofste wat ik tot nu toe heb gezien. The best thing about it, I would have to say though, is the actual feel of the weapons and how effective it is when you're actually firing a gun. You can really feel like the bullets are actually hitting them. But it feels just really cinematic and it's the sort of game that I think is just going to be huge. Zelfs de ontwikkelaar is aanwezig om hun eigen game te verdedigen. So Homefront is going to be an innovator in the AAA FPS genre with our awesome back-of-the-box battle points mechanic, ground control game type, as well as epic vehicular warfare on 32-player count servers, fully dedicated on PlayStation 3, Xbox... Ik heb zo ongeveer 2 uur gespeeld en ik kan je nu al vertellen dat er heel veel potentie in de game zit, want ik heb een aantal interessante dingen gezien. Eén van die dingen zijn battle points. Er zit een soort economiesysteem in de game. Zodra jij een kill maakt, krijg je punten. Ik geloof 150 punten. Ligt eraan wat voor soort kill. Of een revenge kill is, of weet ik veel wat. Dan krijg je punten voor. En die punten kun je uitgeven aan allerlei dingen. Bijvoorbeeld, je kunt een drone inschakelen. Dat doe je door met de D-pad op rechts te drukken. Dan krijg je een drone. Of je kunt, als jij hoort dat er een helikopter het veld binnenkomt, dan kun je een rocket launcher selecteren door op de D-pad naar beneden te drukken. En dat kost jou dan weer punten. Wat je met je D-pad dus eigenlijk bestelt met je battle points, dat is per klasse ook weer verschillend. Ik heb vooral de assault klasse gespeeld, maar SMG klasse, sniper klasse. Iedereen heeft dus eigen shit die hij kan bestellen. Maar je kan ook al je punten bewaren en doorsparen voor een dikke vette tank en iedereen kapot knallen. Dat is een heel leuk systeem. Waar je dus zelf heel veel invloed en strategie achter kunt zetten. Dus als jij doorspaart, dan ben je dus ook veel sterker. Vandaag heb ik hier een pre-alpha build gespeeld. En dat is onwijs vroeg dus. Dat is er nog een half jaar voordat de game uitkomt. En toch ben ik al tevreden over wat ik gezien heb. Het ging vloeiend, er zaten nogal wat bugs in, maar wat wil je? Ze hebben nog een half jaar. Er is alleen één klein probleempje. We hebben net hele Reach uit. Medal of Honor moet nog komen. Call of Duty Black Ops komt er nog aan. Het is chaos in de shootermarkt. Kijk, er komt dan wel een tijdje na al die andere shooters, maar toch vraag ik me af of het kan opboksen tegen die andere grote knallers. Hoe dan ook, ik ben redelijk tevreden. Laten we deze game niet uit het oog verliezen en in de gaten houden, ja?